Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier bij de poort van de Zuidpool van de Belkrum Wintermarkt. En ik zag dat er allerlei kraampjes zijn. Dus we gaan eens er overheen lopen om te kijken wat er allemaal te doen is. Gaan jullie mee? Ja, welkom bij de gezelligste wintermarkt van Breda. Nou, we hebben hier Adana Kufte. Dat is een vlees op een spies met specerijen erin. Als we dan verder gaan lopen. En dan hebben we hier nog kip curry. Dat is ook heerlijk. En ik hoop dat er heel veel animo zal zijn. En onze dames hebben er heel veel lekkernijen gemaakt voor ons. Dat ziet er heerlijk uit. Ja, dan moeten we zeker eens hier gaan komen proeven. En ja, ik zou zeggen tas toe. Als een kantoor en zwem. Ik kom naar je toe en neem. Wat wordt het voor tattoo? Een dolfijn. En waarom heb je een dolfijn gekozen? Dat ik het hele leuke dieren vind. Ah, nou, dan gaan we afwachten hoe mooi die wordt. Wilde je graag zo'n mooie vlecht in je haar? En ik zie dat jij roze hebt gekozen. Waarom heb je roze gekozen? Dat vind ik mooi. Dit jaar hebben we gekozen voor een wereldse winterreis. En nou, je ziet het in de hele aankleding over de Speelhuislaan. Je gaat door verschillende gebieden heen. En ja, er is een team van vrijwilligers die ieder jaar gewoon de hele aankleding verzorgt. En sowieso de hele markt organiseert. Dus ja, voor een wereldse winterpark. En met wat voor idee is die wintermarkt ontstaan? We hebben 4 jaar geleden het 400-jarig bestaan van de wijk gevierd. En daar hebben we verschillende feesten dat gedaan. En toen hebben we gedacht van, nou, er is wel een item wat daar ontzettend leuk in was. En wat we eigenlijk een beetje als een soort traditie ieder jaar willen terug laten komen. Twee eigenlijk, de burenbrunch. En die is dan ook over de laan en deze wintermarkt. En volgend jaar dus een jubileum, 5 jaar. Gaat er dan iets extra's gebeuren? Of, Ja, dan hebben we echt het plan om op vrijdagavond echt een winterfeest voor de buurtbewoners te doen. En dan zaterdag, zondag wel weer gewoon de wintermarkt die voor iedereen toegankelijk is. En dan willen we ook echt met een spectaculaire opening. En dan gaan we een heleboel dingen samenbrengen en hopen dat het gewoon een enorm feest wordt. Nou, een mooie Playmobil stand hier. Waarom de Playmobil stand hier op de kerst, op de wintermarkt? Omdat wij een gedeelte van deze wijk zijn. Wij zitten op station met Happy Station. Happy Station, het positiviteit- en verbroederingsproject wat wij daar hebben. En wij willen gewoon in de wijk ook zichtbaar zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.